Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe limited editie van Cartrice uittesten, namelijk de collectie My Jewels, My Rules. Deze collectie ligt op dit moment in de winkel en in deze video ga ik je meer informatie geven, ook voor deze collectie. En gaan we uiteraard de producten samen uittesten, dus als je benieuwd bent naar deze collectie en of het de moeite waard is om hiervoor naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat Cartrice zelf zegt over deze collectie is dat alles in deze collectie eigenlijk glittert, glanst en glimt in een gouden kleur. Je zou met deze collectie in een oogwenk veranderen in een koningin of koning voor een dag. Met weelderige en elegante accenten zoals parels, glitters en glans. Alles zit in prachtig vergulde flacons en verpakkingen. Voor een stralende huid, glossy lippen en nagels en betoverende ogen. Het is een collectie die op een moderne manier eigenlijk Marie Antoinette waardig is. En je zou een geweldige make-up look kunnen creëren met deze collectie. Zoals eigenlijk wat ze er zelf over zeggen. Ik zal de producten van de prijzen in beeld neerzetten. En dan begin ik even met het oogschaduwpaletten. Die zit in een prachtig doosje met eigenlijk hele mooie glitters erop. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. Dus dat is echt wel een blikvanger. Hij heeft de naam C01 Hold My Jewels gekregen. Cartrice zegt zelf dat in dit doosje 12 op elkaar afgestemde oogschaduwkleuren zitten. Met een mix van finishes en texturen. En dat is eigenlijk wat ze er zelf over zeggen. Wat mij gelijk opviel, er zit een spiegel in, maar die is dus afgedekt. Dat heb ik nou voor de tweede keer gezien bij Cartrice dat ze dit doen. En dit is dan de binnenkant. Dit zijn de kleuren. Ik ga er even een paar swatches, zodat we gelijk even weten hoe de swatches bevallen. En die zien er zo uit. Best wel pigmentvol moet ik zeggen. Dus dat belooft best wel veel goed. Ik zal gelijk even de swatch weghalen. Anders kunnen we de andere producten niet swatchen. Dus ja, die vind ik er echt ook al wel heel erg mooi uitzien. Dan hebben we ook blushparels. En deze hebben de naam C01 Royal Blush gekregen. Cartrice zegt zelf over deze blush dat het een fijne blush is in parelvorm met diverse kleuren. En je wangen zouden hiervan een prachtige kleur krijgen. Ze hebben een soft focus effect, omdat er dus licht reflecterende pigmenten in zitten. Dus dat zeggen we er eigenlijk over. Er zit op de bovenkant zit een sponsje, waardoor de pareltjes niet gaan lopen. En zo zien ze er dan uit. Ik kan ze niet te schuin houden, want dit bedoel ik. Nu gaan ze eruit. Ik moet ze even oprapen. Maar er zitten dus inderdaad verschillende kleuren parels in. Ik zal ze even swatchen. Kijk, dit is de swatch. Hij is best wel intens. Dus dat ziet er best wel mooi uit. Maar nu moet ik eerst even die andere pareltjes opklappen voordat mijn katten ermee aan de haal gaan. Dan hebben we een highlighter dust. En ik heb dit wel eens eerder gehad. Maar ik vind het altijd wel bijzonder. Die ziet er zo uit. Hij heeft ook een naam gekregen. De naam is C01 Jewels All Over Me. Het is dus eigenlijk een ultra fijne losse highlight poeder. En hier zitten licht reflecterende deeltjes in. Die een egale en complete glow aan je huid zouden geven. Je kunt ze gebruiken eigenlijk over je hele lichaam heen. Maar ook gewoon op plaatselijke plekken die je graag wil uitlichten. Het flesje zou een collectors item zijn door het elegante verstuivingspompje. Er zit een dopje op. En als je die eraf haalt, dan heb je hier de opening. Maar die zit eigenlijk ook nog dicht met een soort dopje. Dus kijk, die zit er dan eigenlijk op. Waardoor je hem eigenlijk kunt gebruiken. Ik heb hem even een beetje aangebracht, niet te veel. Zo is de swatch dan, maar ik weet niet of je hem heel goed ziet. Je ziet wel hier en daar wat oplichten. Maar ja, ik ben wel benieuwd of dat dit op de huid er heel goed uit gaat zien. Maar dat moeten we maar even zien. Want het zijn altijd wat moeilijkere producten om aan te brengen, vind ik. Dan hebben we ook nog drie lipglazes. En dat zijn deze. Ook deze verpakkingen zijn wederom prachtig. Ik heb hier allereerst een groene. Deze heeft de naam gekregen. Staat dat hierop?
C01 Lime Divine. Dus dat is groen. Dan hebben we ook een oranjeachtige. Die heeft de naam C02 Apricot Crush gekregen. En dan hebben we een rode. En die heeft de naam C03 Iconic Red gekregen. Catrice zegt zelf over deze lipglazes dat het een semi-transparante gloss is met een hoogglans finish. Hij zou ook zorgen voor zichtbaar vollere lippen. Het zou een lichtgewicht en comfortabele formule hebben. En het zou niet plakkerig aanvoelen. Dus dat is altijd wel fijn. Ik zal ze ook eventjes swatchen, zodat we even kunnen zien. Ja, ze ruiken echt heel erg lekker. Deze heeft echt een soort lijmgeurtje, die groene zeg maar. Dat vind ik wel heel lekker. Deze ruikt, ja, ruikt eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vind niet dat hier heel veel verschil in zit qua geur. En de laatste. Nee, ze hebben allemaal een beetje dezelfde geur. Maar het is absoluut niet naar of zo. Weet je, ik heb wel eens van die lipglazes gehad, die roken heel naar. 1, 2 en 3. Dan zie je eigenlijk dat de 1 en de 2 eigenlijk echt niet echt veel kleur hebben. Die 3 springt er dan op zich nog wel weer wat meer uit. Dus dat vind ik dan op zich nog wel weer wat leuker. En dan ben ik toe aan de laatste producten. En dat zijn de nagellakjes. Deze zouden een hoogglans finish hebben. En zijn verkrijgbaar in 5 kleuren. En dat is ook eigenlijk het enige wat ze erover zeggen. Ik heb hier allereerst een groene kleur met de naam C01 Lime Divine. Die past dus dan ook wel weer bij die kleur die ik net noemde bij die lipglaze. De tweede kleur is C02 Apricot Crush. Die. Dan hebben we ik probeer ze even op volgorde op te noemen. C03 Royal Red. Deze. Dan hebben we de C04 Iconic Nude. Ik zal hiervan even het kwastje laten zien. Dat vinden jullie soms ook wel fijn. Kijk, een heel basic kwastje eigenlijk. En de laatste die we dan hebben, die draag ik op dit moment ook. Dat is de gouden. Die heb ik dus nu op. En dat is de C05 Bold Gold. Ik moet zeggen, hij is leuk. Er zitten 2 laagjes op, maar je ziet wel je eigen nagel er doorheen komen. Dus ik vind hem op zich denk ik leuker als topcoat. Ik heb nu 3 kleuren al getest. Deze 2 vind ik toch dat je eigen nagel er heel erg doorheen komt. Ook met 2 laagjes. Je ziet toch een beetje de streepjes van je eigen nagel er doorheen komen. Deze vond ik wel heel mooi, maar ze chippen wel heel snel. Ook met een topcoat heb ik gemerkt dat ze toch wel snel chippen. Dus ja, dat is toch altijd wel een beetje iets wat we houden. Ik denk toch als je echt een hele goede nagellak wil hebben, je misschien toch moet investeren in wat duurdere nagellak. Maar ja, ik draag elke week iets anders. Dus nou ja, op zich is het prima. Dus dat is wat ze zelf over de collectie zeggen. Ik ga nu een haarbandje in doen en dan gaan we maar eventjes kijken hoe de producten bevallen. Oké, ik heb er eventjes een los spiegeltje bij gepakt en we gaan dus beginnen met die blushpareltjes. Dus ik ben heel erg benieuwd, dus ik ga er gewoon weer een kwastje in dippen. Zo. Zo kunnen we het allemaal goed zien. Oeh! Kijk eens even hoe hoog gepigmenteerd. Ik vind het een beetje spannend nu. Oeh, heftig. Hier moet je echt niet veel van gebruiken, zie ik al. Ik heb hem er nu 1 keer ingedipt en daar kan ik 2 kanten van mijn gezicht mee doen. Ik vind hem nu heel heftig, dus ik ga hem wel een klein beetje blenden. Want ja, het is toch wel heel heftig. Ik maak hem even ietsje zachter, want anders vind ik hem wel heel hard. Nou, beter dan dit wordt het niet. Maar als ik zo in de spiegel kijk, ziet het er wel iets natuurlijker uit. Dan heb ik het idee dat het op de camera wat heftiger overkomt. Ook even bij de andere kant doen. Zo. Heftig kleurtje dit. Zo dan. Ja, goed gepigmenteerd. Daar kunnen we niks van zeggen. Die pigmentatie zit wel goed. Ik weet natuurlijk niet hoe het er aan het einde van de dag uitziet. Maar voor nu denk ik, ja, het werkt wel. Dan gaan we door naar die highlighter dus. En ik vind het een beetje spannend.
ik ga gewoon op de plekken waar ik een beetje highlighter wil een beetje sprayen. Dus we gaan gewoon even zien of dat dit werkt. Ja, ik zie hem wel. Doe ik het even aan de andere kant. Ja, je ziet wel een highlight, een laagje opkomen. Maar ik weet niet of jullie dit heel erg goed kunnen zien. Ik zie hem zelf in de spiegel echt heel erg goed. Maar ik weet niet of het voor jullie heel goed zichtbaar is. Klein beetje op mijn neus doen. Ja, ik denk dat ik hem zo eigenlijk wel goed vind. Want als ik er te veel op ga doen... Ik vind dit al best wel een beetje heftig. Dat ik denk van... Ja. Ik denk dat ik hem zo lekker laat. Je ziet hem wel heel mooi terugkomen. Dus daar is eigenlijk ook niks mis mee. Het is ja, een mooi kleurtje, maar hij is wel, wel heftig. Maar op zich, ja, zo vind ik het wel mooi. Ik zou het ook alleen hier gebruiken. Dus ja, ik vind hem zo wel heel mooi eruit zien. Dan gaan we door naar de ogen. En ik ga beginnen met het oranje kleurtje aan te brengen in de arcadeboog. Dus ik pak even mijn kwastje daarvoor. Zo. Ik neem een heel klein beetje op. Ik heb het idee dat deze al best wel pittig is. En dat zie je al wel, dat die gelijk mooi opkomt. Dus dat is heel mooi. Ze hebben nu geen namen gekregen, de kleuren. Zo, ik moet even wel goed ervoor zitten. Volgens mij kan ik ook niet nog meer inzoomen. Dan heb ik die erop zitten en dan ga ik er overheen. Ik weet niet of het heel erg veel effect heeft met deze kleur. Misschien had ik het andersom moeten doen. Hadden jullie deze collectie ook al gespot en dacht je, ik vind hem ook wel leuk om te proberen? Of is het eerder een collectie die je misschien zou overslaan? Dat vind ik natuurlijk altijd heel persoonlijk, want ja, niet iedereen vindt alles even leuk. Soms is er ook gewoon een collectie erbij waarvan je denkt, nou, daar gaat mijn hart niet heel snel van kloppen. En dat is natuurlijk ook prima. Ik ga nog een andere ooglook maken met dit palet. Die zal ik ook even in beeld neerzetten, zodat je ook even kan zien hoe de andere kleuren een beetje in zijn werking zijn met een look. Je ziet hem wel, die roze kleur eroverheen. Ik vind hem wel heel leuk. Ik ga dit uiteraard eventjes blenden. Nou, hij heeft niet heel veel nodig, want hij is niet heel streperig. En dat is op zich ook wel een keertje lekker. Soms heb je gewoon van die producten, die hebben heel veel nodig. En bij deze denk ik, het is prima. Zo. Dan ga ik in de buitenste ooghoek met deze rode kleur aan de gang. Tenminste, hij lijkt rood. Misschien dat hij natuurlijk nog een ander... Ja, dat ik toch denk van, hij oogt anders, maar we gaan het zien. Als ik er zo naar kijk, lijkt hij ook wel een beetje bruin, moet ik zeggen. Ik zal hem niet heel heftig aanbrengen. Gewoon een klein beetje. Ja. Even blenden. Het blendt op zich wel lekker in. Dat is wel heel fijn. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Maar ik heb niet echt het idee dat ik hem echt heel rood vind. Ik heb echt wel een beetje het idee dat hij meer een beetje bruin oogt. Maar dat is op zich ook niet erg. Alleen zo kan je zien dat je soms dan van kleuren, dat je denkt dat het een bepaalde kleur is, dat hij toch soms wat anders kan uitpakken. Ja, dat hoort erbij. Ja. Blendt wel lekker weg, moet ik zeggen. Dat is wel heel erg fijn. Op het bewegende ooglid ga ik dit lichtroze kleurtje aanbrengen. Dan ben ik ook wel benieuwd of dat ook een beetje wil. Ja, dat geeft het wel weer wat meer glans, vind ik. Wel heel mooi. Ja, ik vind hem zo al wel heel erg mooi geworden. Dan ga ik nog wel eventjes
met dit kleurtje ga ik de boel een beetje oplichten. Dus even langs de wenkbrauwrand en de binnenste ooghoek. Oeh, hij is een beetje groen. Ah, dat is niet heel erg hoor, maar het is gewoon even iets wat nu opvalt waarvan ik denk van, oh ja, dat verwacht je er niet zo heel snel bij. Ah, hij is wel heel mooi. Ja, ik vind hem leuk geworden. Zo ziet de ooghoek er dan uit. Nou, om even afgemaakt met een eyeliner, een oogpotloodje en een mascara. En ik vind het dan toch gelijk wel weer heel erg leuk uitzien. Dus ik moet zeggen, ik vind het wel echt een hele leuke ooglook geworden. Oké, dan zijn we toe aan het laatste product en dat is de Lip Glaze. En ik ga voor die rode kleur, want die vind ik wel mooi bij deze ooglook staan. Dus ik ben heel benieuwd of het er een beetje leuk uitziet. Ik ga hem aanbrengen. Ja, de geur is echt heel lekker. Maar hij is inderdaad wel een beetje semi-transparant. Je ziet er nu wel wat kleur van afkomen, maar het is niet dat het er heel erg uitspringt. Maar op zich vind ik deze kleur er wel leuk uitzien. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang de kleur ook mooi blijft. Want dat is natuurlijk wel een dingetje waarvan ik denk, ja, houdt dit heel erg lang. Maar voor nu vind ik hem er wel leuk uitzien. De glans is mooi en hij plakt inderdaad echt niet. Dat is heel fijn. Nou, tijd om de producten dan even na te bespreken. Die blushparels, ja, zijn heel erg mooi. Ze zijn echt heel erg goed gepigmenteerd, dus vooral niet te veel gebruiken. Ik zie niet heel veel terug van die lichtreflecterende deeltjes, maar op zich ziet hij er wel gewoon heel erg mooi uit. Maar ja, nogmaals, niet te veel gebruiken en goed blenden is wel heel belangrijk bij deze. De dust. Ik vind hem leuk. Ik vind hem er leuk uitzien op mijn gezicht. Hij springt er wel uit. Ik vind alleen wel bijvoorbeeld op mijn neus en op mijn bovenlip vind ik het wat moeilijker aan te brengen. Ik vind hem er zo op mijn wang echt wel heel erg leuk uitzien. Het is denk ik niet echt een product wat ik snel in mijn nek of zo zou aanbrengen. Maar ik vind hem voor mijn gezicht wel heel erg leuk. Het oogschaduwpalet. Ja, ik vind de look die ik ermee gemaakt heb gewoon hartstikke mooi. De kleuren zijn goed gepigmenteerd. Alleen ja, dat die kleur, ik dacht dus dat die echt meer rood zou zijn, toch iets bruin uitviel. Vind ik op zich niet heel erg. Dat heb je soms gewoon. Het blendt goed. Ja, goede pigmentatie. Ik ben er met deze look tevreden over. Ik ben ook wel benieuwd wat de andere kleuren gaan doen. Ja, de lip glazes. Ja, ik vind deze kleur er leuk uitzien, maar het is niet dat ik denk het springt er heel erg uit. Als ik naar de zwartjes keek en ik zag dat die heel licht waren, weet ik niet of ik het heel bijzonder vind. Ze voelen wel heel fijn aan. Ik denk dat het misschien ook nog wel leuk is om dit te dragen over een lipstick heen of zo. Dat je gewoon dat glansje iets krijgt. Want ik vind het, ja, deze kleur vind ik best wel heel erg mooi. Ik denk dat die andere kleuren echt te licht gaan zijn. Maar ja, voor nu het voelt fijn aan in ieder geval. Nou, de nagellakjes die had ik eigenlijk al een beetje nabesproken, dus daar hoef ik verder niet meer echt veel over te zeggen. Ik ben heel erg benieuwd wat jij vond van deze look. Zou het een collectie zijn die je zou willen kopen? Ben je misschien zelf benieuwd geworden naar producten eruit? Heb je misschien al wat gekocht? Vind ik ook altijd wel leuk om te weten. Ja, ik ben eigenlijk voor nu best wel tevreden. Ik heb er niet zo heel veel op aan te merken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop dat je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!